En Stichting Welzorg Suriname heeft gisteren de jaarlijkse netwerkborrel gehouden in Elements Apartments. Het jaarlijks terugkerend evenement wordt gehouden voor de ondernemers uit de bouw- en woonwereld. Stichting Welzorg Suriname staat in de maatschappij bekend om het organiseren van verschillende beurzen. In het verleden heeft de stichting de Love and Marriage Beurs, de Beauty en Health Beurs en de Vakantiebeurs georganiseerd. Volgens Viraj Gangarampande, voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname, is er vanaf 2010 gekeken naar de actuele ontwikkelingen en is daarom de bouw- en woonbeurs georganiseerd. Waarom ik 2010 zei, omdat in 2010 er een regering aantrad die heel veel begon te praten over, ik leg de nadruk op praten over woningbouw in Suriname. Daardoor is er misschien onbewust een bewustwording ontstaan tussen in de gemeenschap over woningbouw. Jongeren begonnen ook te dromen van een huis. Men heeft heel veel mensen laten dromen, praten en, het belangrijkste, te laten investeren in woningbouw. Er zijn heel wat ondernemers gaan geloven erin, van we hebben heel veel brood te verdienen in die markt. Men is toen grof gaan investeren erin, wat deels gelukt is, deels niet. De redenen laat ik even ertussen. Gangarampande zegt verder dat de bouw- en woonbeurs vanaf de eerste editie in 2011 een succes was. Bij elke editie van de beurs worden de beste 5 exposanten gekozen. Aan deze borrelavond is ook de uitreiking van de 6e editie Awards Bouw- en Woonbeurs 2016 gekoppeld. Maar na de beurs is het meestal zo dat je dan een jaar weer moet wachten totdat de beurs er is. En de ondernemers die groeien, die waren al een beetje in die hype, laat ik het zo zeggen. Toen hebben we gedacht van wat we gaan doen, we gaan dan jaarlijks ook een netwerkborrel organiseren, zodat de ondernemers in die wereld met elkaar kunnen gaan netwerken. Want het is altijd zo, het moment dat je samenwerkt, dat je veel meer kan bereiken dan wanneer je als alleenstaand bedrijf naar buiten treedt. En dat kan bijvoorbeeld de winnaar van afgelopen beurs ook beamen. Ze merken dat ze hebben samengewerkt en dat is ook een van de redenen dat ze in elk geval, nou laat het geen winnaar noemen, maar dat de beste stand zijn uitgeroepen. Dat is dus Viraj Gangarampande, voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname. Hij sprak gisteren tijdens de jaarlijkse netwerkborrel de 5 exposanten die de beste presentaties geleverd hebben tijdens de beurs van 2016 zijn BEM Suriname, The Loft, Galaxy EQ 3, ABP Bouwbedrijf en Architectenbureau Srinew en Portable Building Suriname.